Hoi kijkers van De Geweldige Kaas, welkom bij een nieuwe aflevering van de serie Minecraft Comes Alive, met de mod Minecraft Comes Alive. Want er zijn nog steeds mensen die niet weten dat de mod Minecraft Comes Alive heet. Ik heb nog steeds last van mijn tand, jammer genoeg. Ik denk dat het een ontsteking is. En het doet nu pijn als ik praat, doet het pijn. Dus dat is best heel vervelend als je YouTube commentary doet. Ah nee, help, pijn, au. Het is echt heel vervelend. Ik wil wel een video maken, dus... Dat is best onhandig. Wat doen we daaraan? Ik heb net twee paracetamols op, maar dat helpt ook weinig. Jammer genoeg. Dus ja. Ik denk dat het een ontsteking is. Ik weet het niet. Gisteren ben ik bij de tandarts geweest. Liet hij zien waar de gaatjes waren gevuld en hoe. En zei hij, ja, eigenlijk is het is veel logischer als je rechtervoortand heel veel pijn doet. Omdat die slordiger is gevuld. Of zoiets, zeg maar. En dat zit dichter bij de wortelkanaal, de worteldingen, stam, zoiets, weet ik veel. Maar mijn andere tand doet pijn, dus dat is best wel onhandig. In ieder geval, kom wel goed. Het doet alleen maar pijn, meer niet. Wees maar gerust. Wat ik wil gaan doen met jullie, is iets, want... kijk, ik heb DecoCraft heb ik geïnstalleerd. Door de reactie van... dat was het. Door de reactie van Janaika, die zei, installeer DecoCraft... Volgens mij was het Janaika. En ze zei, ja, dan heb je meubels en allemaal leuke dingen. Dus ik dacht, oké, dat is een goed plan. Laten we dat doen. Ik ga eventjes de reacties voorlezen. Ja, Janaika was het. We hebben echt superveel dingen hierbij. Dus dat vind ik wel leuk eigenlijk. Er is superveel mee te kiezen. Superveel spullen en zo. Dus wat ik wil gaan doen, zeker, is eigenlijk gewoon... dingetjes maken en zo. We hebben hier zo van de mod. Van de mod die we nu hebben. Van hoe heet het? Het is best wel. Ik zit telkens met mijn tandpijn en zo. We gaan dingetjes neerzetten. Ik weet alleen niet wat. We hebben gewoon meubels hebben we. En we hebben gewone meubels en we hebben ook voor de siermeubels en zo. Dus dat is altijd wel heel leuk. We kunnen een parkbench gaan we maken. En die zetten we dan in de tuin neer. Ik snap dit niet. Want kijk, we hebben dit. Green crafting clay en blue en zo. En ik weet niet hoe je dat maakt en zo. Maar we hebben het wel voor heel veel dingen nodig, zie je? De recipes. Dus het is misschien eens heel handig als we daar echt heel veel van gaan verzamelen. Dus hoe maken we zo'n ding? Heel veel aarde en heel veel zand moeten we dan daarvoor hebben. Laten we dat gaan verzamelen. Aarde is best makkelijk te verkrijgen. Dat is gewoon aarde scheppen en dan heb je het. Zand is altijd wel moeilijker. Omdat zand heb je niet zo vaak veel bij elkaar, snap je? Dus dat is meer... Moet je in een woestijn zoeken, maar ik heb geen flauw idee waar een woestijn zou zijn. Dus dat is best onhandig. Maar zoals je net al zag, we hebben dus wel echt heel veel zand en aarde en kleurstof nodig. Vooral groen, blauw en rood. Voor die dingen te craften. Groen krijgen we van cactus, dus we moeten even goed al naar de woestijn. Blauw, lapis lazuli. Rood van die bloemetjes. Oké. Ik zorg gewoon dat ik een stack dirt heb, denk ik. Of 63, daar kunnen we makkelijker mee rekenen. Want dan kunnen we tenminste door 3 delen, snap je? En dan zorg ik ervoor dat ik die dingen craft. En dan komt het goed. Ik zit te wachten op een e-mail. En ik vind het heel spannend. Want ik weet niet of ik het eigenlijk al mag zeggen. Maar ik ben er wel heel trots op en zo. Ik vind het wel spannend. Want... Jordi en zijn vrienden van de iMine server, die gingen overwegen om mij erop te laten. Dus dat is een heel goed nieuws. Dus ik vind het spannend wat daar mee gaat gebeuren. Dus ja, is voor iedereen even spannend. Oké, nou wil ik 63 zand. Nou, dat kan ik hier eigenlijk wel vandaan halen. Het is niet zo mooi, maar er is wel zand. Dus waarom zou ik het niet doen? Ik heb er zelf geen last van, dus ja. Maar goed. Dus het is echt gewoon voor mij wachten op de e-mail. Het is of ze zeggen, ja, we hebben besloten dat je er niet op mag. Of het is van, ja, je mag er wel op. En dan is het een heel groot feest. Het wordt gezellig. En dan, Nee, ik heb er echt zin in. Als het mag, toch. Het lijkt me eigenlijk best wel stom als het niet mag. Maar goed. Zo'n keus. Ik denk dat hun gewoon mijn filmpjes gaan kijken. Of zij. Zij gaan filmpjes kijken. Niet hun. En hun, dat is verkeerd Nederlands. Dat moeten we niet hebben. Ja. Maar goed, ik weet zeker dat er sommige mensen zijn die denken, boeiend, interessant en dan.
Ik weet het eigenlijk niet, maar goed, ik ben er een beetje blij. Ik zit nog steeds met mijn tandpijn heel geconcentreerd en ik zit het te negeren, maar dat gaat niet. Want het zit zo vervelend. Ik haat het echt. Ik haat het. Als ik wist wanneer het voorbij ging. Au. Au, au. Au. Als ik het nog maar aanraak met de ondervoortanden, dan... Oh. Au. Au. In ieder geval, wat was ik aan het zeggen? Als ik wist wanneer het voorbij ging, dan zou ik gewoon een timer maken. En zorgen dat ik gewoon, ja, dat het... Ik wist wanneer het was. En zo. Ik ga nog eventjes... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Oh nee, wacht, dirt heb ik al best wel. Zorgen dat er 24 staat bij allen. Wacht hoor. Er is iets fout daar. Kijk, 24. En dan... Het zand moet ik dan ook nog 9 van scheppen. Want 24 kan ik tenminste door 3 delen. Oké. Okay. Komt helemaal goed. Leuke mod trouwens. 1, 2, 3. En dan nog 2. Kijk. En dan moeten we nog 8 rode kleurstof. 8 blauwe kleurstof. Die hebben we. En 8 cactussen vinden. Maar wij hebben... Ik heb geen flauw idee waar de woestijn is. Dus dat is best onhandig. Anders zou ik er gewoon even naartoe kunnen lopen en gewoon de rode kleurstof pakken. Nee, groene. Van cactussen. Of gewoon een paar cactussen ook nog meenemen. Dan zou ik er een farm van maken. Maar we hebben geen cactus. We hebben wel daar rode bloemetjes. Dat is wel handig. Wat wij kunnen gebruiken... En dat lijkt mij op zich niet zo heel erg als we dat doen. Is Amidst. Amidst is, heb ik al eens volgens mij laten zien. Is een heel handig programmaatje. En daarmee kun je zien wat voor biomes je in je wereld hebt. En waar en zo. En dat lijkt me wel heel handig om te gebruiken. Want dan weten we tenminste waar we aan toe zijn. En wat er is en zo. Ah, dit is pijnlijk. Au. Ah nee, ik wil dit niet, ik wil dit niet, ik wil dit niet. Waar heb ik het aan verdiend? Oh, here lies Penny. Staat gewoon weer gewoon here lies. Penny. Penno. Oké, wat doen we? Ik ga een geschenk eisen van John. John the Priester. Speciaal. Terug. Koning, ijsgeschenk. Nice. Oh, trouwens, ik wou nog iets anders doen, voordat we die kleurstof helemaal gaan regelen. We gaan onze vrouw zoeken. En dan gaan wij het kind laten opgroeien. Ik heb ontdekt hoe dat moet. Want er ook stond er toen ik inlogde. Your baby is ready to grow up. Dus dat gaan we wel doen. Waar is dan mens? Oh wacht, ik kreeg ook een enchantment table van John. Dus die heb ik daar neergezet. Maar dat weten jullie volgens mij. Want ik speel bijna niet. Of camera, alleen maar mine. Hier is koningin Courtney. Kijk. Koning. Nee, wacht hoor. Wat doe ik? Inventaris. Daar zit de baby. Nu hebben wij de baby. Baby jongen. En dan doe ik zo, denk ik. Kijk, dat is hem. Onze baby. Oh, dat is Dean. We hebben Dean. Ze groeien zo snel. Zoon Dean. Communiceer. Chat. Chat. Klusjes. Oh, we kunnen ze laten klussen. Dat gaan we niet doen. Want dat is best gevaarlijk. Kunnen we hem armor aandoen? Ja, wacht. Als wij Dean, volg me. Jee, mag ik bij papa blijven? Jee. Oké, Dean. Ik wil dat jij heel veilig blijft. Want dit is schattig. En eigenlijk gewoon niet doodgaat en zo. Dus Dean, kom naar mij toe. Hier. Die ladder gaat weg. Spijt me, Dean. En hier zo gaan wij eventjes iets neerzetten van een of andere deur en zo. Dus. Wacht hoor. Hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we zoiets neerzetten? Misschien een hekje zou wel goed kunnen. Alsjeblieft, vind mij geen terror, papa. Of zoiets. Want dat ben ik niet. Jawel. Huh? Ik heb gewoon een terrorzoon. Wat? Oké, maar dat komt goed. Kom, Dean. Pas op in deze onveilige wereld met monsters. Kijk. Kom maar, Dean. En dan ga ik zeggen... Stop mij met mij volgen. En dan zit jij hier zo vast... Heel gemeen. Maar het is wel zo. En ik ga voor jou armor maken als je het niet erg vindt. Wacht, was het er hier zo? Hier heb je ook 4 dingen. Nee, daar heb je... Wat is dat? Ik weet het niet. We kunnen... Oh, we kunnen hem ook als kist gebruiken. Haha. Echt zo neerzetten.
Dat gaan we niet doen, hè? Dat is heel gemeen. Oké, wacht. Is dit slim? Want misschien komt er een skelet en die doet zo... Oh, wacht, nee, die kan deze stad helemaal niet in. Haha. Even nadenken, wat nu? We hebben die... Oh ja, armor. We hebben deze nog, van onszelf. Ik weet niet of het in zijn maat is, maar ja, ze groeien toch snel. Dus wat maakt het uit? Dean, waar ben je? Dean. Ik wil op je klikken. Dank je. Inventaris. Plup, 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 plup. Maar dan daar. En niet er zo in. Kijk. Hij ziet er toch sterk uit. Nou, nog een zwaard. Ik ga hem een zilveren zwaard. Ga ik voor hem maken. En eigenlijk gewoon geven. Dit kan hij ook krijgen. En dan een schepje. Wat schepje? En fakkels. Ik weet niet of dat kan. Zo. Of wacht, ik kan hem ook deze armor geven. Waarom zou ik niet? Hè? Huh? Want ja, het is toch onze zoon. We moeten die wel sterk hebben, hè? Oké. Okay. Kom maar hier. Kom. Dean, kom. Kom, Dean, kom. Ik kan niet op hem klikken. Nee. Oké, Dean. Inventaris. En dan zo. Een broekje ook nog aan. En dan geef ik hem een... Oei. Dan geef ik hem een zwaard. Of daar. En een bijl. En een schep. En een pickaxe. Ik weet niet wat hij ermee gaat doen. Ik hoop dat het dat heel leuk is voor hem. Oh, dat was raar. Oké, okay. Oh, iedereen is aan het slapen. Oké, okay, dat is goed. We gaan de armor terug doen. Nu pakken we hier zo in. Pakken we 8 kleurstof. En dan gaan wij naar... 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Dat ging eventjes fout. Gaan we naar boven. Kunnen we misschien een beetje huis inrichten. Maar wat we ook kunnen doen is... oh ja, natuurlijk, voor het inrichten moeten we wel meubels hebben. En daarvoor hebben we de groene kleurstof nodig voor die klei dingetjes. Dus wat we nu gaan doen is, we gaan hier zo en matched. 3.7. En dan forge. En dan new from file or folder comes to life. Level dat. Kijk, dit is het. En de woestijn is just naar het noorden. En dan weten we dat ook weer. Zo heb ik trouwens ook deze village gevonden. Voor degene die het misschien interessant vinden. Wat ik ga doen. Ik ga deze Leo de Wachter. Ga ik. Ridder maken. Zo. Hey, Leo. Kom. Volg me. En dan moet hij mij volgen naar de woestijn. Wij gaan naar het noorden. Dat is daar. Dus wij gaan naar daar. Gaan wij zand halen. En cactus. En spullen. Die handig zijn. Ah. Ga maar weg. Beschermen. Vermoord de creeper, zeg ik. Bah. Gast, moet je niet je werk doen of zo? Wil je alsjeblieft even ophouden met zo heen en weer te lopen? Ik word er helemaal zenuwachtig van, man. Ah. Oké. Okay. we gaan naar de creeper. Oké, okay, en dan het noorden, hè? Dat is die kant op. Die daar. Ah, fuck. Je doet je werk ook niet goed, hè? Nu hebben we hier een hele geput in onze landschap. Dat moeten we niet hebben. Oké, we gaan naar het noorden. Gooi het weg, de zaadjes. Bij de meeste mensen is de weggooiknop is Q, toch? Bij mij is het een pijltje vooruit. Ik vond het veel logischer. Zo van een pijltje vooruit en dan gooi je het blokje vooruit. Ja, nee. Het is echt logica van mij. Jongens. Ja, ik weet het. Oké. Okay. Oh, ravijn. Oh, pas op, hè. Ik wil jou niet dood hebben. Oeh, eng. Ja, ik weet niet hoe goed ik de automatische besturing van onze dorpelingen kan vertrouwen. Het is wat spannend. Oké. Okay. Weet je wat ik ook ooit kan doen? Zo met botten kan ik dan heel veel boonmeel maken en dan zo'n oppervlakte doen. Dan doe ik zeg maar boonmeel op de grond, dan groeien er allemaal plantjes en bloemetjes en gras. Dan doe ik water neerzetten, dan stroomt alles naar de zijkanten. En dan wacht ik tot dat weg is gelopen. En dan doe ik weer dingen laten groeien. Doe ik weer water. Snap je? En dan uiteindelijk hebben we veel bloemen. Dus
Misschien handig voor kleurstof en zo. Lapis lazuli daar ook nog spannend. Oh, ik zie daar koeien. Zou ik die meenemen of zou ik die laten leven? Ik ga ze laten leven eventueel. Nee, want ik heb hun niet nodig, zeg maar, die koeien. Nou, ik ga er eentje vermoorden. Ja, oké, toch. Wat meer. Want we hebben daar toch nog genoeg koeien die als voorouder kunnen dienen als het nodig is. Zo. Oké, ik ga eventjes bij de achievements kijken. Vind ik wel interessant. Dit is laatste trouwen. Grootouder. Oh, dit moet ik volwassen geworden man of vrouw. Dan moet ik andere mensen, moet ik dan... Ik zal je wreken, dat is mensen executeren. Maar ik wil eerst eventjes een heel groot koninkrijk. Heel graag. Want dat is gewoon heel vet en zo. Waar zijn wij nu? Eventjes renew. From file or folder. Comes to life. Het is eigenlijk comes alive, weet ik. Maar goed. En dan map. Find. Player. Wacht. Dit is ons hoofd, volgens mij, hè? De geweldige kaas. Oké, dan moeten we naar het noorden nog meer. Dus echt gewoon puur naar het noorden. Gewoon geen andere richting, gewoon deze lijn volgen. En dan komen we automatisch in de woestijn. Weet je wat is? Dan moeten we over die berg heen. Dus we moeten wel een beetje gaan afdwalen. Zodat we makkelijker er overheen kunnen. Maar dat gaat helemaal goed kunnen komen. Koeien zijn hier nog. Bah, dood. Ah. En die nemen we mee. Ik freak me over. Ik heb geen tandpijn meer. Yes. Het is eventjes over. Ik haat het dat ik er eventjes bij moest zetten. Maar het is wel waar. Ach ja. Het leven is niet altijd een lol. Maar dat is ook gewoon zo. Toen ik nog geen pijn had en gewoon toen alles perfect was. Dacht ik ook echt zo van. Er gaat een tijd komen. Dan ga ik echt gewoon bijvoorbeeld tandpijn hebben of zo. En daar ga ik heel veel last van hebben. Daar ga ik me heel ongelukkig door voelen. Nee, ik voel me niet ongelukkig. Maar het is gewoon super vervelend. Maar dat veel mensen van jullie zullen dat vast wel herkennen. Tandpijn. Maar echt gewoon tandpijn, hè. Echt gewoon... Maar ik kan best goed praten nu. Dus daar ben ik best wel blij mee. Het meest bang was ik dat ik dan gewoon niet meer kon praten. Want ik wil wel filmpjes maken. Dat is echt gewoon, dat moet. Nee, het moet niet. Ik wil het heel graag. En het moet, ja. Want anders is het ook weer zo van, ja, we blijven filmpjes. Snap je? Dat willen we ook niet hebben. Maar ik vind het ook gewoon heel leuk om te maken. En dan wil ik gewoon kunnen praten. Hoe lang duurt... Oh, daar. We hebben het gevonden. Dat is nog best een grote afstand, hoor, moet ik zeggen. Ja, ja, ja. Oké. Mooi. Volgens mij hebben we wel veel spruce wood, hè? Ja, ja, ja. Dus daar kunnen we als we willen kunnen ook een beetje een klein amateuristisch farmpje maken. Gewoon wat saplings neerzetten. Ik zie cactussen. Oh, dat doet me echt denken aan een hele domme mop van mijn grootoom. Maar die is niet van mijn grootoom, maar die zei hem gewoon heel vaak. Wat is de overeenkomst tussen je kont en tussen een woestijn? Ja. Er zit cactussen. Dat is echt zo'n slechte mop. Ik vind het zo slecht. Ik sla hem op zijn bek als hij het nog een keer zegt. Nee hoor, zo agressief ben ik niet. Nee hoor, ik laat gewoon de scheet in zijn gezicht. Meer niet. Jongens, wees gerust hè. Zo onbeleefd ben ik niet. Jawel. Nee, maar ik bedoel, dat doe ik ook niet. Maar ik bedoel, ja, nu is het opeens heel ongemakkelijk. Ik neem die cactussen mee. Dan maak ik een klein farmpje van. Als we weer terug zijn. En dan komt hij helemaal goed hè. Zo, neem ik ook mee. Dat is ook gewoon handig. Hier is geen desert temple in deze woestijn. Dat zag ik hier zoal. Maar wel villages. Maar die moet ik niet hebben. Want die heb ik al. Of misschien kunnen we daar mensen ontmoeten. Dat is ook leuk. Maar dat is volgens mij een ander stukje woestijn wat ik daarnet aanwees. Dit is een kleinere versie. Hè? Kijk, deze golf van Mexico hebben we hier. En dat is dan dit stukje volgens mij. En dan hebben we daar savanne. Maar misschien kunnen we er ook nog hout van meenemen. Dat is wel heel handig. Zullen we dat proberen? Ja. Hè? Als we het op tijd kunnen vinden. Zal ik daar zeker wel hout van meenemen. Zo. Dit is eigenlijk... waarom gaat Leo eigenlijk mee? Ik heb wel gezegd dat het moest, maar goed. Koning. IJsgeschenk. Oh, een enchantment table. Handig. Die neem ik mee. Dit is echt zo slecht gewoon. Dat wij... We doen er helemaal niks voor. We krijgen het gewoon van iemand. Dat is best dom.
Als ik dat had geweten, had ik er geen zelfgemaakte. Zo. Nog een cactus. Ik neem gewoon alles mee. We hebben hier spruce, dus dan is het... Oh, wacht, we hebben heel veel lava. Maar dat zien we daar niet. Op de kaart. Zo. Oh, dat is best wel een grote woestijn hoor, dit moet ik zeggen. Maar richting daar is savanna. Dat beloof ik jullie. Anders eet ik mijn pet op. Nee, maar ik weet het echt zeker. Anders zou ik ook niet zeggen dat ik mijn pet zou opeten. Maar goed. Een rare logica die ik niet nooit kan... Wel nooit kan uitleggen. Niet nooit, zei ik. Ja, ja. Ik ben altijd bang als ik zo'n cactus kapot maak, dat die dan op zichzelf valt. Of op een andere cactus. En dat dan de item despawnt. Want dat gebeurt bij cactussen. Als er een item op een cactus valt, dan is die gewoon weg. Zie je? Of, wacht hoor. Zie je? Hij is gewoon weg. Daar moet me niet aan, hè? Daar moet me niet aan. Oké, we zijn hier zo... Is een rivier. Ja, dat is deze rivier. En dan zijn we bijna bij onze spawn. Dus dan zijn we gewoon gespawnd, ooit. Of ja, ik. Jullie niet. Ja, jullie ook, maar... Of niet, ik weet... Nee, volgens mij niet. Volgens mij... Het begin van de serie was al in de stad, toch? Of niet? Of knipte ik toen? Ik weet het niet. Hoe ver zijn we? Het is best groot. Dus we gaan vast niet naar daar komen of naar daar. Wat ik wel doe is gewoon cactussen meenemen. Gewoon tot we een stack hebben. Dan ben ik eigenlijk in principe al tevreden. Op zich. Als dat gebeurt. Dus ja. Even eten. Leo. Leo Alkemade. Communiceren geschenk. Zo. Eten. Alsjeblieft. Dan honger jij ook niet uit, hè. Want dat moet me niet aan. Best leuk om te zeggen. Daar moet me niet aan, hè. Ja. Eigenlijk, op zich, is het helemaal niet leuk om te zeggen. Maar goed. Op zich kunnen we... Oh, dit is... Waarom zeg ik zo vaak op zich? Eigenlijk kunnen we hier ook veel zand van meenemen, hè. Van deze plek. Dat zou wel heel handig zijn. Maar we hebben niet zo snel de schep, dus dat is best heel vervelend om dat allemaal te scheppen. Alleen is het wel handig als we het allemaal hebben. Dus ik weet niet precies nog wat ik ga doen. Ik zal wel zien wat het nog wordt. Sandstone is trouwens wel heel handig, daar kun je mooie paleizen mee maken. Maar dat heb ik al eens geprobeerd en op Reis met Robin vroeger. Maar dat was ook geen succes geworden. Maar dat is eigenlijk puur omdat ik een andere wereld erin ging zetten. Anders was het heel mooi geworden hoor. Nou ja. Nog een paar. Ik wil gewoon heel veel sandstone. Het is handig, ja. Zo. Hoeveel hebben we? Oh, dat is wel goed. Oké. Gewoon hoeveel we kunnen meenemen. Gewoon doen. Dat is handig. Zo. Niet bij nadenken. Gewoon doen. Ja, dan zou ik eigenlijk zou ik een propagandaleider moeten worden. Of ik bedoel meer een politieke partijleider. Zo'n lijsttrekker. Dan zou mijn motto echt zijn... Bijvoorbeeld... PVDK. Partij van de Kaas. Gewoon stemmen, niet bij nadenken. Gewoon doen. Dat zou echt mijn motto zijn. Dus het is maar goed dat ik geen politieke leider ben. Het zou nergens op slaan. Mijn regels. Je moet geen kaas eten, maar je weet niet wat je mist. Zoiets. Of andere regels. Bijvoorbeeld, ridders moeten nuttig zijn en zorgen dat er geen creepers dicht bij hun koning ontploft. Huh? Hint? Leo? Luie Leo? Huh? Nou, dat is een goeie bijnaam voor jou. Want jij bent toch lui, hè? Ja, ik zit hem een beetje te pesten. Oh, sorry. Ja, Leo, hè? Ja, een beetje mij in gevaar brengen. Ja, ik weet het wel. Ik heb je door. Ja, Leo, jij bent het. Ik heb je ontdekt. Zet je masker maar af, Leo. Jij bent het. Oké, we hebben nu volgens mij wel heel veel sandstone. Ja, Leo volgt je en gaat niet naar huis vannacht. Nee, je hoeft niet naar huis vannacht. Het leven gaat al heel veel te snel voorbij. Dus blijf bij mij. Yeah. Kom, we gaan naar huis. Ik vraag me af hoe snel ons kind groot wordt. Hebben we nog achievements of zo? Die we kunnen doen? We hebben hier zo
Goedendag, meneer. Maak van een dorpeling een boer. Nou, dat kunnen we wel doen. En dan koninklijk bloed. Noem je opvolger voor de troon. Dat is dan volgens mij een heir. Heir instellen. Heir. Maar dan moeten we wel emerald hebben. Voor de wetenschap. Ja, monster. Weg met je... Oh, die hebben we al. Dit is schaak niet. Dan moeten we een ridder maken. En dan hebben we leger van 20. Minstens 20 ridders. Dat komt goed. Dat gebeurt wel vast. Weg met je hoofd. Executeer een dorpeling. Voor wat? Is het hier dan niet? Ik zal je wreken. Nee, ik weet het niet. Misschien staat het ergens op internet. Achievements van Comes Alive. Ik ga gewoon kijken of die pagina er is. Samen met jullie. Ik heb ook niet alle reacties voorgelezen. Minecraft Comes Alive. En dan Achievements. Oh, dat is zeker. Ja. Ja, dat gaat dus. Ja. Dat staat er zeker wel op. Villagers About Pico. Oké, wacht. How to get the secret achievement. Want die is er. What is the Minecraft Comes Alive secret? If you die on hardcore mode, you can become your kid. Oh, dat is vet. Maar we spelen niet op hardcore mode. How do you get the Minecraft Comes Alive mod for Minecraft? Blablabla. If you die in hardcore mode, you can become your kid. En dat is dan die... dat is dan een kleine feature, maar dat is dan die achievement. Dat we dan ons kind worden. History. Going down in history achievement. Hoe krijg je die? Kill your husband wife with the baby 5 times. Oh, dit is gewoon een hele lang... Oké, laat maar. Ik ga weer terug naar Minecraft. Ik ga nog een paar cactussen verzamelen. Daarna ga ik terug naar huis. Want ik vind het... Ik mis het. Ik mis ons huis. Zo, ik ben terug van de reis. Het enige waar ik nog op wacht... Is mijn eten. Nou, eigenlijk wacht ik daar niet op. Ik wacht op dit. En we hebben er nu 13. We moeten nog 11. En dan kunnen we genoeg van zulke dingen maken. Of ik weet niet genoeg, maar... Wel veel. We hebben er nu een stack. En wow, anderhalve stack. Dat is best veel hoor. Dus als we dit af hebben... Wauw. Dan hebben we veel. Misschien kunnen we ook al binnenkort een cactusfarm maken. Ik ga zo meteen eens een goed design opzoeken. Voor een cactusfarm. Ik weet wel al een design. Alleen dat is een heel erg... inefficiënt design. Dus dat is wel jammer. Maar goed. Ik weet een design. Ik weet niet of we daar iets mee kunnen. Zo, mijn eten is weer vol. En ik weet niet wat we zo meteen kunnen maken. Misschien kunnen we beginnen met een bank. Zal al goed beginnen. Even kijken. Ja, die parkbench gingen we maken. Ook echt strijkplanken tot cradles. En scarecrow is ook leuk. Maar het is allemaal nog spannend. Want, en wie weet hebben we ooit... Ja, we gaan ooit te weinig hebben voor die spullen. Dan zullen we toch weer nieuwe moeten halen en zo. Dus, maar goed, we gaan wel eerst die dingen maken. Dat bankje. Maar we hebben... Volgens mij hebben we wel een tafel en stoelen, maar... Kan ik het gewoon niet vinden. Dat is best wel dom. Ja, hier. We hebben een table. 4 rode. En 2 groene en 2 blauwe. Maar het is ook de volgorde. Het is... Je moet best wel goed onthouden... Wat het zeg maar de crafting rice IP is. Want je kunt wel even kijken en zo, maar je moet het daarna toch weer weten als je het maakt. Nog 1 minuut en dan is alles klaar. Dus, ik ga alvast beginnen met 1. Dat is een tafel. Of ik ga er 2 doen. Dus ik weet nog hoe die is. Zo. En dan daar 2 blauwe. Denk ik. En dan 1, 2. 1, 2. Kijk, en die zetten we dan hier. Oh mijn god, het is schuin. Terug. Daar. Ja, ziet er goed uit. En een stoel moeten we ook hebben. Waarom gaat die torch telkens naar... Oké. Een stoel. Hoe doen we dat? Chair, hè? Zit er wel tussen. Een stone chair. 3 daar, 2 daar. En dan maken we er 4 van. 3 daar, 3 daar. Volgens mij. Of 2 daar. En dan... Dat is niet goed. Het is dit, hè? Ja. Het is moeilijk. Lastig. En ik snap de dingen. Crafting recipe is niet. Kunnen we die beter iets logisch doen of zo? Zou het dan niet logischer zijn? Iets logisch. Zou zeker veel logischer zijn. Misschien. Dit is een... Stuffed creeper. Die moeten we ook hebben.
Oh, zo schattig. Zo. Ja. Oh, dat is een knuffel van een creeper. Hoe schattig. Is dit al klaar? Ja. We kunnen er weer nieuwe dingen van maken. Oké, mooi. Oh, dat gaat snel op. Jezus. Oké, dus we hebben stoelen. Die zetten we zo. Kunnen we er ook op zetten? Ik weet het niet. Zo. Kunnen we er... Oh mijn god. Dat ging snel kapot. We kunnen er niet op zetten, jammer genoeg. Maar het is wel een leuk meubel. Het is wel leuk om te hebben. Misschien kunnen we nog iets leuks erop zetten. Zoals een, ko een kopje dingetje. Een kopje dingetje. Of een schaapbord. Checkers. Gaan we doen. Zo. Kijk, ik onthoud het wel hoor. Zo. Wacht op. Oh nee, dat is dambord. Ach. We hebben een dambord. Dus wat kan er misgaan? Wat hebben we nog? We hebben ook een kopje koffie, toch hè? Of een milk bucket. Nee. Ik wil een kopje koffie. Of ze. Ook die parkbench wil ik ook nog eventjes maken voor buiten. Hier een chest keyhole. Ook leuk. Parkbench, ja. Zo, een figuurtje. En dan die daar. En dan overige rood. Ik ben het vergeten. Ja, ik weet het weer. Zo, dit figuurtje. En dan een figuurtje wat iedereen wel herkent. En sommige mensen om moeten lachen. En dan hebben we een parkbench. En waar zetten we die? Ik denk hier van voor, hè? Ja, leuk. Oh, ziet er leuk uit. Kunnen we ook niet opzetten. Maar dat maakt niet uit. Het is evengoed een leuk dingetje. Ja, ik vind het wel mooi, DecoCraft. Ik ben ook heel blij dat het werkt. Oh, het regent. Goed moment om de vlog af te sluiten. Wat? De vlog? Om de video af te sluiten. Hopelijk vonden jullie deze video heel erg leuk. Laat dan alsjeblieft een like achter. Ik wil nog één dingetje met jullie doen. Nou, dat is een cactus farm design opzoeken. Een Minecraft. Cactus farm design. En dan gaan we eens kijken hoor. We hebben zoiets. En dan valt het zo. Dan moeten we iets maken dat het allemaal verzamelt. En dan. Kijk, dit kende ik al. Ja, dit. Dit hebben we. Ziet er ook goed uit, maar dat is best groot. Oh mijn god, dat is. Oh, dat is echt groot. Dit is. Ook. Ja, dat is eigenlijk gewoon. Dan moet je eraf halen. Maar dan ga je zelf ook best wel dood. Als je dat doet. Dit is de design die ik kende. Maar dat is ook volgens mij wel een van de weinige mogelijke cactus farm design. We hebben ook dit. Van Seth Bling. Kijk. Unbreak this block, block above cactus. Ja. Ik denk dat ik het gewoon zo ga doen. En dan water eronder, wat het verzamelt. Oké. Doei.